Het voetbalseizoen is al een tijdje voorbij en daarom hebben we natuurlijk aandacht voor angersporten hier op TV 11. Jeu de Boule bijvoorbeeld, oftewel pétanque. In Leudal daar hebben ze een team die heette Knokkenhel Bel. En ze organiseerden afgelopen weekend een toernooi. We zijn hier op kasteel Allegoor in Halen. Het is vandaag de derde editie van het Jeu de Boule. We hebben zelf een eigen Jeu de Boule clubje van 15 man. We heten de Knokkenhel Bel. We doen zelf Jeu de Boule in Roggel op Hellische Diek. Bij de Burgerbaan hebben we zelf een Jeu de Boule baan en binnen een boetebaan. En zo zijn we zelf op het idee gekomen, want een van de leden van ons woont hier op het kasteel. En heeft dit allemaal vrijwillig gegeven, dat we lekker kunnen Jeu de Boule. En dit is voor de derde keer. Het begint nu te groeien. In het begin hadden we 11 dubletten en nu zitten we al over de 30. Huub en Nico uit Roggel, BNF Auto's uit Roggel. Het zijn allemaal recreanten, we hebben geen licentiespelers, want die mogen hier niet meedoen, want dan is er eigenlijk niks meer aan, want die gooien die spelers eigenlijk van de baan af. Dit is eigenlijk puur voor de fun, maar die aan Jeu de Boule zijn, die willen toch allemaal winnen. We hebben, we hebben leuke prijzen, we hebben een loterie, we hebben versnapering, we hebben alles bij de handje. Dus heel ideaal hier. Is het gewoon de hele dag of hoe lang doet je dit? Deze spelen allemaal 3 wedstrijden en dan krijgen we nog een kruidfinale. Het zal ongeveer duren tot 5-6 uur. Dan krijgen ze nog de derde en vierde plaats en nummer 1 en 2 spelen dan. En later nodigen we ons op een golfkerk de eerste prijs met... gewoon ze eigenlijk het hele trein rond, eigenlijk als ere ronde. De 6 teams. Vorig jaar heeft het in feite van tevoren het geregend wie de beste zou ik maar zeggen. En net als zondag dat we aan Jeu de Boule waren, was het weer prachtig weer. Kijk, en vandaag hebben we weer alles met. Het is misschien te warm. Maar wat is te warm? Dit kunnen we beter hebben als plevuzius, als de regen uit de loch komt. Dat moeten we niet hebben. We willen daar een traditie van maken, maar we schatten ongeveer op 40 teams. Meer kunnen we hier niet laten. Want het evenement moet ook niet te groot weer. Als ik zie op andere locaties. Bijvoorbeeld als ik pak in Esch, daar doen 400 dubletten met de spelers door het hele dorp. Dit is eigenlijk gewoon een prachtig trein. We hebben 12 banen, dus meer kunnen we er niet laten als rondje 40 teams. Maar het begint al te groeien. Als het u zit, het eerste jaar hadden we 12 teams, vorig jaar hadden we er net in de 20 en nu hebben we al in de 30. Die 40 die gaat gewoon halen volgend jaar? Ja, makkelijk. Die gaan we makkelijk halen, ja. Dit probleem is ook alweer opgelost. Maar dit wordt gewoon... Thank you.